champs. Het is natuurlijk tijd voor Champs Talk. En dat betekent dat we naast een echte champs staan die morgen de tweede belt wil gaan pakken. Tijani, hoe is het met je? Ja, gaat goed man. Gaat goed, voel me goed. Het viel me op, zowel jij als Chico hebben allebei een zonnebril op. Zit daar een bepaalde gedachte achter dat je die op hebt? Nee. Is gewoon mijn stijl. Gewoon stylish. Is gewoon mijn stijl, man. Jullie hebben elkaar net voor de laatste keer in elkaars ogen aangekeken voor jullie gevecht. Het was een behoorlijke lange stare-down. Het voelde wel wat hitte daartussenin. Ja, klopt natuurlijk. Zoals jullie weten van mij, ik dans van iemand terug. En ik kijk altijd als laatste pas weg. Dus daar is voor mij de wedstrijd al gewonnen. Ik merkte dat je ook behoorlijk wat plezier had op het podium. Ik had je ook een aantal vragen gesteld en andere mensen natuurlijk ook. En ik merkte, je was constant aan het lachen, je had constant leuke antwoorden. Je hebt er echt zin in volgens mij. Zeker, maar ik heb er super veel zin in. En dat is ook waar ik al die weken naartoe heb gewerkt. En dat is wat ik morgen ga laten zien, man. Chico noemde jou een puntentikker op een gegeven moment in de persconferentie. Ben je het daarmee eens of totaal niet zelfs? Ja, weet je, wat is een puntentikker? Ik bedoel ik win wedstrijden op knock-out, ik win wedstrijden op punten, net zoals hij dat doet. Ja, ja. Ik bedoel, de ene wedstrijd gaat wat makkelijker dan de ander. En de ene kan je eruit slaan, de andere niet. Ja, dat is wat het is, toch? Ja. Ik heb ook jullie crossfire gezien en het is inderdaad wel heel zakelijk tussen jullie, maar ik zie toch ook wel dat er een vuurtje aan het branden is tussen jullie inmiddels. Ja. Ik zie het verkeerd hoor, dat kan ook. Ik ben daar niet mee bezig. Het enige waar ik mee bezig ben is om morgen te winnen en dat is wat ik ga doen. Netjes. We hebben ook al eerder een gesprek gehad en jij hebt gezegd dat jij je nu voorlopig wil gaan focussen op de welterweight divisie. Zijn er al wat namen die jij misschien voor ogen hebt om na morgenavond te gaan vechten? Nee joh. Ik sta na morgenavond sta ik aan kop. En, Ik hoef mij niet te focussen op wat achter me ligt dan, toch? Juist. Ja. Hoe gaan jouw laatste 24 uur eruit zien naar jouw gevecht toe? Ik ga zo meteen met mijn team lekker naar Rotterdam. Gaan we daar chillen, ontspannen, lekker eten. En genieten van onze avond, man. Ja. Het is natuurlijk je tweede gevecht inmiddels in de welterweight divisie. Hoe merk jij het voornamelijk ook qua dieet? Hoe het gaat in voorbereiding naar jouw gevecht toe? Want je mag wat zwaarder zijn. Ja, maar klopt. Het gaat goed. Ik heb een goed dieet. De jongens van Prep the Food die helpen me daarbij, dus dat is top. Voel jij je nou? En natuurlijk ook Java Labs, supplementenmerk. Die hebben ook natuurlijk allerlei speciale supplementen voor mij, waarbij ik mij toch krachtig voel en waardoor ik goed kan presteren. Oké. Voel jij je gezonder op de welterweight divisie dan in de lightweight divisie? Ja, 100%, man. 100%. Dus we zien een veel betere Tijani op dit niveau dan op de lightweight divisie. Ja, jullie hebben het gezien in mijn laatste gevecht, toch? Ik denk dat het best wel goed ging, dus ja. Netjes. Chico is natuurlijk een hele onorthodoxe vechter, hebben we het over gehad. Jij hebt jezelf ook een calculated killer genoemd. Hij zei dat niet genoeg zou zijn tegen hem. Ze zeggen zoveel. Aan het einde van de dag moet hij me morgen feesten in de ring en dan gaan we het zien. Ik ben hartstikke benieuwd. Ik ga jou verder met rust laten, Tijani. Hartstikke bedankt voor dit interview en ik zie jou morgen, ja, man. Ja, toch. Rustig aan, man.